Gijs. Snijboon. Hallo. Hallo. Well, well, well. How the turns have tabled, hè? Hey. Zo zitten wij hier samen. Zeker. De minst gezellige van de podcast. Ja, zeker. Dat vind ik echt niet leuk. Nee, wij zijn dus... Er is een ranglijst gemaakt door een kijker op YouTube van de meest gezellige mensen van onze podcast. En Gijs en ik kwamen samen op plek 3. Echt geen douze point voor ons. Nee, het, echt lullig. Serieus lullig. Verdrietig. Slecht geslapen van de hele week. Maar ja, je moet er toch wat mee. Mijn vriendin was het ermee eens trouwens. Gijs. Ja. Het is op het moment dat mensen dit zien, is het feitelijk... Is het interlandperiode? Absoluut. Wij gaan daar natuurlijk ook een podcast over maken. Dus dan kunnen mensen ook gaan luisteren. Mm-hmm. Maar... Is met verbazing gereageerd op de selectie van Van Gaal, toch? Ja. Dat is... Ja, ik vind het ook... Kijk, je hebt dus Pasveer. Mm-hmm. Zeg maar, hoe kort het WK ook soort van op dit moment zit, alsnog... Mm-hmm. Wordt hij zo snel oud in die periode dat het gewoon niet handig is. Nee. En dan heb je de Veerman-Taylor discussie. Dat is ook leuk. Ja. Ook erg leuk. Want dat is een beetje natuurlijk Van der Vaart Snijders. Zij kunnen dan misschien niet echt samen op een middenveld. Dus moet je gaan kiezen. Okay. En je had er nog eentje. Ja, de Ranch vonden ze raar dat hij werd opgeroepen, toch? Ja, nou, die heeft dit weekend wel weer bewezen waarom dat inderdaad best raar is. Ja. Dus wij gaan naar 2031. Leuk. En dan gaan wij kijken welke spelers er in Nederland zelf al spelen. Ja. Okay. Wie denk je dat de bondscoach is? Ik wil zeggen Foppenhaan, maar die is dan echt bang. Opgezet. Ik denk Gasperini. Erg leuk, een buitenlandse bondscoach. Ja. Ja, Ernst Happel, maar dan iemand anders. Ja. Mensen kunnen abonneren. Zeker. Deze video liken. Zeker. En de ranglijst ook, hè, voor gezelligheid. Van ons de ranglijst, ja. Serieus, doen we hieronder even een ranglijst van gezelligheid. Van de derde helft, wat jullie zelf vinden. Ja? Van ons alle vier. Gijs, welkom in 2031. Ja, we gaan maar gewoon erin duiken. Ja. Positie. En dan hebben we hier Justin Bijlo. Ja, en Jay Gorter. Die zit nog bij Ajax. Ja. Dat is wel... Ik zie... Ja. Excentriciteit 17 is echt de bal aannemen en dan zo... Pet tegen zon achter zijn voor. Ja. Dat is excentriciteit 17. Zonnebril om zijn schoenen. wel echt een goede keeper. Hartstikke leuk. 17 interlands heeft hij. En Justin Bijlo heeft 103 interlands. Jezus. Nou, dus bij deze weten we dus ook alvast wie er mee moet naar het WK als keeper. Justin Bijlo, geweldige doelman. Ja. Echt serieus. En de overige is dan Fabrizio Asca. Ja, daar was ik al bang voor. Die is... Regen. Dat is een regen, ja. Dat is een neppe speler, toch? Die het spel zelf ontwikkelt. Ja, precies. Dan, Frenkie de Jong. Nog steeds bij Barcelona. 34 jaar. 150 in het land. Woe! Legendarische middenvelder. Ja. Hij verdient bijna 28 miljoen. Geweldig. Echt geweldig. 150 in het land. Jezus. Matthijs de Ligt. Wee, 153 in het land. Speelt bij Real Madrid. Speler is dit, Snijboon. Ja, of zijn 32ste. Of zijn 32ste, ja. 153 in het land is echt niet weinig. Veiligheid 19. Hè? Hij gaat op één, op zijn kleine teen gaat hij staan. Dan omdraaien. Hij heeft speelt op die, hoe heet die spitsen, weet je wel, van een balletter. Hoi, hoi, hoi. Ten Koopmeiners. Die dacht ik dus dat hij ook wel veel spelen. 91 in het land, die gaat ook wel veel spelen. Speelt nog steeds echt Mr. Atalanta, hoor. Ja. Signor Atalanta. Maar wat een statistiek elk seizoen, hè? Ja. Verdient ook 11 miljoen per jaar. Hoeft ook echt niet op een houtje te bijten. Geweldig. Jeetje, Mina. En dan, de eerste verrassing, denk ik, op de lijst. Melairo Bogarde. Ja. Hij is er net bij, hoor. Hij heeft één in het land. Ja, hij is er net bij. Op zijn 29ste. Veel bij Hoffenheim. Toch een beetje onder de radar. Her Hoffenheim. Is dat dan, hè? Ja, Her Hoffenheim. Ja. Dan hebben we iemand die nep is. Owen Wijndal, 31 jaar, 112 interlands. De vaste linksback van Nederland. Wow. Op het moment dat Daley weggaat, is het gewoon Owen Wijndal. Onverwacht, hoor. Nog steeds bij Ajax. Mr. Ajax. Ja, meneer Ajax. Ja, meneer Ajax. Dat is de broer van meneer Proper, of niet? Ja. Owen Wijndal, geweldig. Echt serieus. Vaste linksback. Oké, dus we hebben vast centrale verdediger hebben we hier. En dan hebben we het vaste duo op het middenveld. Ja, Frenkie de Jong, Ten Koopmeiners. Altijd Wijndal linksback. Ja. Altijd Bijlo op goal. Ja. Dan gaan we nu kijken. Ja, Jurrien Timmer staat daar dan gewoon. Ja. Bijna altijd staat hij naast Matthijs de Ligt. Dus. 81 interland, 30 jaar.
speelt nog steeds meneer Ajax. Ja, meneer Ajax, ja. Meneer en Ajax zijn het. Meneer en meneer Ajax. Knap hoor, dat ze die zo lang weten vast te houden. Jeetje, dan, nou, ik weet wel waarom hoor. Hij verdient namelijk 5 miljoen bij Ajax. Ah, kijk eens. Jurjen Timber. Ongelooflijk leuk. En dan, ook wel een verrassing. En ook een leuke ploeg voor hem. Geertruida, 31 jaar, 24 interlands. Speelt bij Atletico Madrid. En verdient daar 37,5 miljoen per jaar. Hoeveel was dat die 24? 24, dat is niet zoveel. Nee. Range, 93. Jezus. Dus de rechtsback weten wij eigenlijk ook. We mogen niet meer twijfelen dan. Nee. 9,42 miljoen bij Chelsea. Echt, Geertruida echt zo, wat verdien je? Ja, echt. Geertruida pakt zijn portemonnee, laat hem boven het hoofd vallen van Rens, hersenschudding. Maar gozer, dit is een ongelooflijk succesverhaal. Ja. Want hij gaat ook Paris Saint-Germain en Chelsea. We hoeven ons echt geen zorgen te maken. En dan, Pepijn kan blij zijn. Nee. Oosterwolde speelt nog steeds bij Parma. Maar hij heeft wel 2 interlands voor Nederlands elftal. Samen met Bogarde zit hij er net bij. Signor Parma. Ja, Signor Parma, ja. Jaden Oosterwolde, hartstikke leuk. Wow, dan goed, John van Hoeven kennen we. Ja, Ryan Gravenberg, AC Milan. 92 in het land. Dat is dan de AMC, de derde middenvelder, ja. Wauw. Of gewoon 3 CM's, hè. Gravenberg. 1 VM en 2 CM's. Gravenberg, Koopmeiners de Jong is wel echt... Heb je voor heel lang heel veel plezier van, hè. Ja. Hij is nergens echt mister. Nee. Maar wel echt een leuke loopbaan. En dan ook heel leuk, namelijk Milambo van Groningen heeft 11 in het land. Wauw. Maar, jezus. Hij is voor 28 miljoen van Vitesse naar Groningen gegaan. Een geweldige echt geweldig. Wauw, wat is er gebeurd met Groningen? Hey? Die moet overgenomen zijn, toch, in het spel? Dat kan niet anders. Vroeger. Justin Kluivert. Ja. 112 interlands. Oeh, dat is de vaste rechts of links buiten. Maar wel een dark horse, hoor. Want ik had niet verwacht dat Justin Kluivert 112 interlands nog gaat halen. Nee. Signor Roma. Signor Roma. Och. Heerlijke statistieken. Ja, geweldig. Calvin Stengs, 95 in het land. Je hebt Kluivert Stengs. Nog steeds bij Nice. Monsieur Nice is ja, Monsieur Nice, ja. Hoe kunnen zij geen transfers maken dan? Huh? Ze zijn gewoon goed op hun plek. Worden gewoon gewaardeerd. Ja, precies. Ja. Heerlijk team ook, hè. Want ze is zo ongelooflijk betrouwbaar allemaal. Poku. Van AZ. Van Arsenal. Oh ja. Nou ja, hij speelt hier bij Arsenal. Hij komt van AZ, ja. Heel lang AZ. Juventus niet gehaald. Maar alsnog denkt Arsenal wel na 19... Jeetje, wie is daar nou technisch directeur? Dat zou ik wel zijn dan tegen die tijd. 43 miljoen naar Arsenal. Voor je trekt echt de knip, hoor. Tot nu toe 11 miljoen. Poku heeft 8 interlands. Wel 3 doelpunten. Hartstikke leuk. Hij is ook niet supergoed, moet ik eerlijk zeggen. Boadu, zou is Oli Rijkhoff. Ja. Marin Boadu. 65 interlands. Ja, 27 goals. Hè? Maar ik denk dat Memphis bijvoorbeeld nog best wel lang dan spits is geweest, dat weet je wel. Ja. Monsieur Monaco. Ja. Leuke cijfers. Kan die overleggen hier, hoor. Dit is echt een wereldspits. Ja. Fysiek vooral. Hè? Tweebenig is geweldig. En dan Julian Rijkhoff. Mensen die het voetbal een beetje volgen zullen hem wel misschien kennen als groot talent uit de Ajax-opleiding die naar Dortmund is gegaan. Hij staat hier onder contract bij PSV. Want hij heeft het bij Dortmund niet gehaald. Nee. En bij PSV wel... Ja, speelt hij wel leuk. Toen hij helemaal doorbrak, kan hij leuke cijfers overleggen. Hij heeft 11 interlands. Dus hij zit er wel redelijk vast bij. Ja. Bondscoach van Nederland is Erik ten Hag. Hartstikke leuk. Ja, dat is echt hartstikke leuk. En we kunnen nog wel heel even kijken naar de records. Topscorer altijd in Memphis Depay. Dat is erg leuk. Goals. Meeste interlands, 159 Memphis Depay. Inmiddels, hij is een werkloze trainer. Maar dat zie je ook aan de statistiek, hè? En geweldig. Hij heeft nog heerlijke hersenscarrière gehad in Sassuolo, Memphis Depay. Met 159 interlands en 80 goals. Meeste interlands, meeste doelpunten. Karspelers hoeven ons niet druk te maken. Zo. Dus we kunnen even opstellen langslopen. Bijlo op goal. Bijlo op goal. Linksback Wijndal. Ja. Centraal Timber de Ligt. Ja. Rechtsback Rens. Ja. Dan 3 middenvelders zijn Frenkie de Jong... De Koopmeiners en Ryan Gravenberg. Ja. Met op de flanken Justin Kluivert, Calvin Stengs en Memphis Depay en de naam Marin Boadu. Wauw. Interessant. Met Dark Horse is voor mij toch wel 38 miljoen per jaar Geertruida bij Atletico. Ongelooflijk. Nog 1 applaus voor Geertruida. Gijs, ik wil je bedanken voor je komst. Dankjewel. Voor de mensen die zich zorgen maken, de Liplees-wedstrijd keert volgende week weer terug. Als Tim er weer is. Ja. Ik wens jullie een hele fijne avond. De groeten. Dag. Dag. En zet je adres er even bij.
Ja, wij zijn erg blij. Frank. Ik heb dus gehoord dat als jullie niet abonneren, hij weer bondscoach wordt. Dus hup, opschieten! Dankjewel.